Wat heb je, Silke? Wat? Zeg ik niet. Waarom zeg je het niet? In deze serie gaan Merlie en Silke de strijd met elkaar aan. Aan de hand van 5 challenges worden de dames uitgedaagd. Wie mag zich kronen tot kampioen van het spoor? Dit is Merlie versus Silke. Fijn dat een rode zinnetje. Oh ja, en fijn dat. Oeh. Ah. Merlie en Silke, jullie laatste challenge. Wie mag zich na deze challenge kronen tot kampioen van het spoor? Voor de laatste challenge nemen jullie mee naar station Haarlem. Daar staat jullie host te wachten om jullie laatste challenge uit te leggen. Heel veel succes, Mr. Ed. We gaan het zien. Dames, welkom op station Haarlem. Dank. We zijn hier niet voor niks, want het spoor bestaat dit jaar 180 jaar. En speciaal voor deze allerlaatste challenge gaan jullie vandaag de geschiedenis van NS induiken. Yes. Ik zit heel weinig van gezien. Ik weet het al. Jullie gaan spoorgerelateerde vragen beantwoorden. En een goed antwoord leidt jullie naar de volgende plek. En die brengt jullie uiteindelijk naar de eindbestemming. Wie als eerste op de eindbestemming is, wint deze challenge. Maar beantwoorden jullie één van de vragen fout, dan krijgen jullie via je telefoon een sms'je van Mr. Ed. Ja. En dan moeten jullie één van deze mysterieuze enveloppen openmaken. Hou je telefoon goed in de gaten, want je krijgt sms'jes. Alleen sms'jes. Dan zet je data uit, dat heb je niet nodig vandaag. Niet vals spelen. Jij ook niet. Zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Ja. Ja. Welke spoorlijn werd geopend op 20 september 1839? Ja, weet ik. Marley. Amsterdam-Haarlem. Dat klopt. Yes. Jij hebt deze vraag goed. Jij mag zo meteen de trein pakken naar Amsterdam. Oké. Okay. Silke, jij zult even moeten wachten op reacties van Mr. Ed. Oh, ik krijg gelijk binnen. Nee, ga niet. Maak envelop 1 open en ga met de inhoud naar de kluisjes op perron 3. Pak de trein op spoor 1 van 11 uur 31. Oké. Wat heb je, Silke? Wat? Zeg ik niet. Waarom zeg je het niet? Kijk, Marnie. Oh, ik zie Marnie daar nog. En dan mag jij lekker wachten. En ik ga zo naar Amsterdam. Kijken wat de voorsprong me brengt. Wacht maar. Oké, Amsterdam. Welkom in Amsterdam. We zijn hier niet zomaar. Iedereen kent het NS-logo, maar voor 1968 hadden we een ander logo. Hoe heet dit logo? Mr. Ed. Miley, ik kom je achterna. Mr. Ed, welkom in Amsterdam. We zijn hier niet zomaar. Iedereen kent het NS-logo, maar voor 1968 hadden we een ander logo. Hoe heet dit logo? 1. Ik wist helemaal niet dat we hiervoor een ander logo hadden. En 2. Blijkbaar heeft het logo ook nog een naam. Weet je hoe de naam? Geen idee. Weet u waar ik collega's kan vinden van u die dat weten? Inderdaad een wat ouder. Dankjewel voor het compliment. Wie zou ik? Ja, degene die ik normaal zou bellen voor dit soort vragen is Marley. Want ik weet zeker dat zij het antwoord weet. Maar ja, Marley, gaan wij nu natuurlijk niet helpen met het juiste antwoord. Ik ga Tjeerd bellen. Ik ken het logo wel, maar ik ken het niet. Nee. Shit. Moet je echt ouderen hebben. Nog een ouderen. Ja. Hey Tjeerd, mag ik je even storen? De vraag is, NS had voor 1968 een ander logo. Hoe heet dit logo? Het gevleugeld wiel. Oké, dankjewel Tjeerd. Doeg. Het gevleugeld wiel. Zend. Moet ik erachter komen? Ja. Ja. Ja, met die vleugels en een rondje. Had dat een naam? Vliegende wiel? Ja. Dat is juist. Ga naar spoor 4, loop richting de kant naar Utrecht en naar boven op het perron. Kap zit het logo. Maak een selfie met dit logo. Oké, ik heb nu een bericht teruggekregen. Dat is juist. Mooi. Ga naar spoor 4, loop richting de kant, bla bla. Spoor 4. Ga naar spoor 4. Spoor 4, daar zijn we. Loop richting de kant naar Utrecht. En bovenop de perronkap zit het logo. Op een gegeven moment keek ik zo door de kap heen. Toen dacht ik, aan de buitenkant zit het logo. En vanaf dat moment ben ik ook weer gaan rennen. Oké, ik had dus gezien dat hij hierboven... Ja, daar is hij. Oké, dus dan mag ik nu de selfie stand.
Ja, ja, yes, oké. Okay. Oké. Okay. Oh, het ging eigenlijk vrij vlot. Ik kreeg een berichtje van Mr. Ed terug en ik kon gelijk door. Dus ik denk dat ik hier weinig tijd ben verloren. Tadaa! Dat is wel moeilijk. Goed gedaan, pak de trein naar Utrecht. Nog steeds denk ik dat Marley dus voor mij zit. Omdat Marley dit soort dingen allemaal standaard weet. Dus ja, we gaan het zien. Oké, okay, chill. We zijn in Utrecht. Mr. Ed, welkom in Utrecht. Historisch gezien zetelt het hoofdgebouw van NS. Hoe heet het voormalige hoofdkantoor van NS uit 1922? 1922? Ik zou denken, maar misschien is het wel heel dom gedacht, dat het de inktpot is. HGW 4. Dat ga ik gewoon sturen. Ik moet volgens mij even tempo maken. Oké, okay. Dat is niet juist. Open af en op 3. Oh, Jess mag er wel eentje openmaken. En ga naar de kluisjes. Oh, yes. Hij is er al. Dat is juist. Ga naar de inktpot en maak een selfie met het gebouw op de achtergrond. Oké, okay, interesting. Oh, het is echt wel een joepel van een kluis. Ja? Ja, dank u wel. Hanna Marielse Park, 3511 EP. Oké, okay, go. Oké, okay, Marielse Park, dat is wel echt best wel een eind. Daar bijna. Nou, dit is het Marielse Park. Maar waar zit ik daar? Misschien moet ik dan een beetje daar. Nou. Dit is zeker de inktpot. Ik maak een selfie met het gebouw op de achtergrond. Nou, wat is een leuke foto? Van onderaf krijg je zo'n onderkin. Oké, okay, ik heb een bericht. Maak een selfie met het gebouw op de achtergrond. Het gebouw zal nu dus wel de inktpot zijn. Selfie, inktpot, leuke foto, zegt het. Ga naar spoor 4 op Utrecht Centraal en neem de speciale trein naar de Maliebaan. We gaan naar het Spoorwegmuseum. Ik ga gewoon recht vooruit. Wat? Oh. Kijk nou. 14:31. Ik heb echt zo goed mijn best gedaan. Ondertussen kom ik net te laat voor deze trein aan. Waardoor ik er gewoon 50 minuten moet wachten. Mijn trein is aangekomen. Ik zie op het perron nog steeds geen Marley. Dus het kan twee dingen betekenen. 1. Marley heeft de trein 5 minuten voor mij wel gered. En ze is straks een uur eerder. Of zij is misschien straks nog wel later. Maar deze, ze heeft nog een kwartier om in deze trein te komen. Ik hoop gewoon niet dat ze het redt. Treintje naar het Spoormuseum. Ik heb alle tijd nog. Misschien even lekker. Ik denk dat als Marley... Jij hebt dan deze trein echt met, net gered. Ja. Ja, maar je hebt me dus wel ingehaald. Ja, straks is voor het museum gelijke kansen. Ja, nu zitten we dus samen in de trein. En ik denk dat we straks bij het Spoorwegmuseum moeten uitvinden wie er gaat winnen. Ja, ik hoor Silke hier op de achtergrond kletsen. Ze doet heel tof, maar ik ga natuurlijk gewoon winnen. Dat snapt iedereen. Ik heb 10.000 stappen in mijn horloge voor je twee. Ze hebben een nieuw bericht. Jullie mogen je melden bij de ingang van het Spoorwegmuseum. Daar staat jullie host klaar om jullie de laatste vraag te stellen. Laatste vraag! Het is er maar één! Hé, Marley, wat is dat voor trein? Een blauwe. Even uitchecken. Wanneer zijn Prodo en NS gesplitst? Zeg je niet. Dat zeg ik niet. Dat is of je het weet. Dames, welkom. Eén van jullie is nog slechts één vraag verwijderd van de eindzegen. Eén vraag maar. Je hebt je vandaag de hele dag bezig gehouden met de geschiedenis van het spoor. En waar kun je nou beter de geschiedenis van het spoor leren kennen dan hier in het Spoorwegmuseum? Ik ga jullie zo een vraag stellen. En degene die de vraag goed heeft, mag naar de eindbestemming. Degene die de vraag fout heeft, moet hier nog 30 seconden wachten. Ik word een beetje zenuwachtig. Ik word er zelf verder ook zenuwachtig van, hoor. Zijn jullie klaar voor de vraag? Ja. Hoeveel koninklijke wachtkamers telt Nederland? 5. Nee. 4. Dat klopt. De persoon die als eerst bij de koninklijke wachtkamer is, heeft het spel gewonnen. 3, 2, 1. Oh, gaat
lopen. Ik hoop dat Silke nog achter is. Oh, de koninklijke wachtkamer. Dit is derde klasse. Is dit de koninklijke wachtkamer? Oh, daar is het. Kijk, daar is Marnie al aan het eten. Nee, dat kan niet anders. Yay! Ah, verloren. Ik hoop erop dat ze hem op slot hadden gedaan. Wat? Gefeliciteerd. Oké, laten we wat gaan drinken uit de overwinning. Je krijgt. Nee. Voor mij ben jij nog steeds kampioen op spoor. Ja, op zijn Marley zou ik zeggen, kak. Ja, dat is echt kak. Hey, maar wat vond jij van, ik vind het nu heerlijk om er even over te hebben natuurlijk. Ja. Dus laten we het uitgebreid bekijken. Ik denk dat het gewoon klaar is. Je hebt gewonnen, je mag je kampioen van de spoor noemen. Daar proost ik op. Oké, okay, cheers. Cheers. Silke, zit je dwars, hè? Ja, maar ik heb wel één geluk. Ik mag mijn verdriet namelijk wel delen. Ik ben niet de enige die verloren heeft. Iedereen die mij gesupport heeft, heeft nu ook verloren. Maar ik heb heel veel winnaars. Want alle mensen die Team Marley gestemd hebben, die maken kans op een exclusieve goodiebag met allemaal coole dingen van NS en een hele toffe jas. En wij gaan die in een livestream bekendmaken wie die twee gelukkigen zijn. Of ook winnaars, medewinnaars. Ja, en medeverliezers, niet getreurd. Er komt vast nog een andere winactie, maar stem niet meer op mij. Hou dat vast. Thanks voor het kijken.